Goeiedag, beste Pancasila grootmeesters, mijn Pukulan grootmeesters en alle andere Pasilas waar jullie ook mogen zijn. Welkom in mijn Facebook-programma, My True Pancasila Story Since 1970. Dit is deel 34 van het nieuwe seizoen 2021. Allereerst wil ik u zeggen, blijf mij volgen. Zowel in YouTube, in mijn Facebook, als op Instagram. Lees mijn artikelen over allerlei Pancasila, mijn Pukulan, en alle andere semi-traditionele artikelen die ik in mijn Facebook zet. In deze aflevering wil ik u iets vertellen over één specifieke haal. Dat is street fighting. Naar aanleiding van een commentaar die ik 2 weken geleden kreeg in mijn WhatsApp. Ronnie, waarom focus je altijd op street fighting in je Facebook en in je YouTube? Ik zal u zeggen dat, en dat had ik al altijd gezegd, ik ben altijd een streetfighter geweest. Ik ben nooit een wedstrijdfighter, zowel nooit gevochten op wedstrijdniveau, zowel op NPSB of NPSF, op Persilat of IPSI. Ik heb nooit op wedstrijd gevochten. Maar wel op straat, heel vaak en jarenlang had ik gedaan. Zowel in Indonesië, toen ik nog 11 jaar was, in Sabinkali, Surabaya, waar ik heel vaak hierover vertelde in mijn vorige video's. Als ook daarna, toen we naar Holland ging vertrekken, niet immigreren, maar vertrekken naar Nederland in 65. Vanaf dat ik mij verbonden voelt met papa Turpin Harjono tot heden. Ik ben altijd een streetfighter geweest. Waarom streetfighter? Waarom niet specifiek Pancasila? Waarom niet specifiek mijn Pukulan? Omdat, en dit is waarheid, dames en heren, beste grootmeesters, omdat alle gevechten altijd plaatsvinden op straat, buiten. En niet binnen. Het is altijd, street fighting is altijd een straatgebeuren, op buiten, op straat. Al bent u goed in uw Pancasila, al bent u goed in mijn Pukulan, of alle andere martial arts systemen. Alle gevechten gebeurt op straat. U kunt zien op de tv, op de televisie. U kunt zien in de film, alles gebeurt op straat. En daarom is het voor mij belangrijk om het street fighting ook op de voorste rij, op de eerste plaats te zetten. Ik train wel Pancasila. Ik train wel mijn Pukulan. Ik train wel Pancador. Ik train wel boksen. Maar dat zijn allemaal aspecten, elementen die ik straks ga toepassen wanneer ik op straat ga vechten. In het echt. Want echt vechten gebeurt dat op straat. Op podium. Wedstrijd vechten, dat is sportiviteit, daar hou ik niet van. Niet iedereen, ja tenminste ik, niet iedereen houdt van sportiviteit, vechten op podium. In wedstrijdverbanden, zoals bij de NPSF, of bij de NPSB, of bij IPSI of Persilat. Wat daar maar ook, daar hou ik niet van. Ik kan wel de jongens trainen om voor wedstrijd vechten te doen. Mee te doen.
Maar persoonlijk hou ik er niet van. Ik hou alleen op straat vechten. Ik train om mij te kunnen verdedigen op straat. Of in de bus of in de trein. Wanneer ik ruzie krijg, met wie dan ook. Dat ik mijn technieken, mijn pukulan, mijn puncha, wat dan maar ook, wat voor soort techniek, dat ik dat kan gebruiken op dat moment van het gevecht. Want ik spreek uit persoonlijke ervaring. Jarenlang persoonlijke ervaring. Ik had vaak gevochten in discos, op straat. Dit zijn ware verhalen, dames en heren. Ik vertel geen onzin nu. Street fighting is voor mij het belangrijkste. Voor mij. En wanneer de jongens hier bij mij trainen, zal ik ook tegen hen zeggen: je traint hier technieken die je kan gebruiken om op straat te vechten. Wanneer je in problemen komt met wie dan ook, dat je kan verdedigen. Want als je ruzie krijgt op het moment dat ruzie krijgt op straat, zal nooit een politie op hetzelfde moment ook aanwezig zijn om jou te helpen. Dus je moet kunnen verdedigen op dat moment. Totdat er een politie of zo, of ME'ers, kwam hulp halen. Dus op het moment dat je vecht, moet je jezelf kunnen beschermen, verdedigen. En daarom is street fighting het belangrijkste. Mijn pukulan, mijn pencaksilat, dat is slechts ter voorbereiding voor het echt vecht op straat. Ter voorbereiding voor het street fighting. So, waarom ik ook pencakdor doe, waarom ik pencakdor in mijn Facebook, als ook in mijn YouTube nu promoot, omdat het heeft te maken ook met street fighting. U hebt gezien in mijn Facebook of in YouTube over het pencakdor Indonesia, oorspronkelijk uit Kediri, Oost-Java ontstaan. Lerboyo Warriors, pesantren Lerboyo Warriors uit Madiun, Pusat, Indonesia. Ik ben nu momenteel aan het promoten, omdat ik heb gezien hoe ze vechten. Het zijn goede vechters, werkelijk goede vechters. Ondanks dat ze tekeer gaan met elkaar, blijven ze na afloop als vrienden bij elkaar, als broeders. En dat is heel uniek, dames en heren. En dat is heel uniek in het street fighting op podium, zoals de pencakdor Indonesia. Dat is heel uniek. Op podium zijn ze vechters, maar daarna zijn ze broeders. En dat moeten wij promoten. Ik ga dat promoten, pencakdor Indonesia. Hier in Nederland, hier in Europa, waar dan maar ook. Omdat het is een goed organisatie, het is een goed systeem. Vechten blijft vechten, het is keihard. Pencakdor is keihard. Maar daarna zijn wij als broeders. En dat was de reden van die commentaar die ik kreeg, waarom ik specifiek street fighting op de voorplaats zet, waarom niet specifiek mijn pukulan specifiek. Nee, street fighting is voor mij heel belangrijk. Heel belangrijk, dames en heren. Je hebt gezien een paar dagen geleden op de televisie. Rellen in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam. Met betrekking tot dat COVID, met de betrekking van avondklok. Kijk, dat zijn keiharde gebeuren. Dat zijn straatvechters. Ik kan ook op datzelfde moment ter plekke
in zo'n situatie terechtkomen. En wanneer u dat... Stel eens voor, u hebt een gekke persoon die op straat die u gaat aanvallen. Dan moet u wel vechten. En als u niet kan vechten, dan hebt u pech. Dan maken ze u af. En dat wil ik niet. Ik heb al heel vaak op straat gevochten, dames en heren. Nog nooit verloren. Want ik hou dat Pancasilat, mijn Pukulan systeem, heel hoog. Ik heb bewezen, ik heb laten zien dat Pancasilat als ook mijn Pukulan in combinatie goed vechtsysteem is. Ik heb dat bewezen door de jaren op straat in discos. Samen met mijn vrienden. Dus training. U traint op een Pancasilat school. U traint op mijn Pukulan school of andere vechtsport. Dat vormen de basis. Dat wil niet zeggen dat wat u op school zit, traint bedoel ik. Wanneer u op straat vecht, dat u direct kan aanpassen. Dat u kan, nee, dat bestaat niet. Een echt gevecht vereist een bijzondere vermogen van een ieder. Als u niet serieus trainde, als u niet dagelijks trainde, als u niet gemotiveerd bezig bent met uw vechtsport, wordt u nooit een goede straatvechter. Dus dat is de reden waarom ik het street fighting, in welke vormen dan ook, bijvoorbeeld Pancasilat Indonesia, of wat ik nu creëerde in mijn video's, verschillende trainingen, in het bos, in Dijsselbos in Zeist, hier, in het trainingskuurtje, als ook in de tuin, achter in mijn huis. Dat zijn allemaal basisoefeningen voor het echt gevecht op straat. En niet voor wedstrijdgevecht. Nee, het wedstrijdsysteem, het vriendschappelijke wedstrijdsysteem is anders. Heel anders. De training is heel anders. Ik kan ook dat doen. Het wedstrijdsysteem. Maar ik had liever het echte straatgevecht. Belangrijk is, dames en heren, ongeacht wat voor vechtsport u beoefent, elke vechtsport is goed. U hebt het nodig. Want als u in problemen zit op straat, ongeacht wat voor techniek u gebruikt, zorg dat u altijd wint. Ik heb met verschillende grootmeesters getraind in Indonesië. Zowel Pancasilat grootmeesters, zowel mijn Pukulan grootmeesters en anderen, ook in Nederland. Maar uiteindelijk, de straat, het street fighting moet u kunnen bewijzen dat u goed bent in het gevecht. Ongeacht wat voor techniek u ook gebruikt, wat voor vechtsysteem u ook gebruikt op straat, zorg is, u moet winnen. Het gaat om winnen. Er zijn twee mogelijkheden. U verliest of u gaat winnen. Andere mogelijkheid is er niet. Dus zorg dat u heel veel in aanraking komt met de training. Verschillende vechtsportsystemen beoefenen, zoals ik. Kijk, ik ben nu 67. Ik word dit jaar 68. Maar ik blijf doorleren. Ik heb belangstelling voor kung fu. Ik heb belangstelling voor Chimande. Ik heb belangstelling voor Bandrong. Ik heb belangstelling voor ander vechtvorm. Ik wil graag leren. Het leren van vechtsport houdt niet op. Ik ben geen grootmeester. Zo. Ik ben slechts een straatvechter. Die graag wil
verder wil verdiepen in verschillende vechtsystemen en verschillende, hoe noem je dat, street fighting vormen, zoals de Punjab door Indonesië. Dus, beste grootmeesters, het zijn Pancasilat grootmeesters, het zijn mijn Poeklan grootmeesters. Blijf trainen. Als u les geeft aan uw leerlingen, geef dan de street fighting vorm ook. Dus niet alleen de school training, maar ook de street fighting. Zodat ze op straat kunnen verdedigen. School training en street fighting is anders. Een street fighting systeem vereist een ander soort techniek en vechtvorm. Dit is geen flauwkul, dames en heren. Het vereist een andere vorm van systeem. Want op straat slaan ze niet netjes. Als u op straat vecht, gaan ze niet netjes zo slaan voor u. Nee, ze gaan zo. Ze gaan tekeer naar u toe. Dus u moet op dat moment deze personen, die zo als een gek tekeer ging, uitschakelen. En daar is een speciale training ervoor. En op school train je anders. Train je de klassieke techniek. Ha, 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 ha. Maar buiten is de realiteit. De mensen interesseert niet voor klassieke training en zo. Ze interesseert alleen voor één ding. Of jij of hij knock-out slaan. Of die persoon uitschakelen. Of je schakelt die persoon uit. Eén van die twee. Er is geen andere mogelijkheid. Dit aflevering 34 is een speciale aflevering over street fighting. Dit is slechts een algemene informatie. Ik zal in de toekomst veel technieken laten zien hoe een street fighting techniek kan worden beoefend. Heel anders dan een klassieke systeem. Heel anders dan mezelf. Heel anders dan het klassieke schoolsysteem. Ja. Blijf volgen mijn programma's op zowel YouTube, Facebook en Instagram. Bekijk al mijn trainingsvideo. Want wat ik doe, dames en heren, het komt uit het straat. Het gevecht. Ik heb jarenlang gevochten op straat. Ik ben geen schooltrainer. Ik ben een streetfighter die op school jongens traint. Ik ben een streetfighter die in de bos in Zeist traint. Les geeft. Als ook hier thuis. In de schuurtje bij mij thuis. Dus, dames en heren. Beste mensen. Beste grootmeesters. En alle andere persilats. Dit is een belangrijke verklaring van mij over het street fighting. En dit is geen onzin, dames en heren. Ik vertel geen onzin in alle mijn videoserie die ik maak voor YouTube, voor Facebook. Dit is deel 34. Er zullen straks voor dit jaar heleboel series komen. Ik hoop dat ik voor het jaar 2021 zo'n 30 of 40 series erbij kan maken. Want ik ga door. Ik ga door met series maken. Het blijft niet alleen tot 34. Nog meer. Het is de langstdurende series in de geschiedenis van Pancasilat, dames en heren. Als u de YouTube kijkt. Mijn biografieverhaal over Pancasilat is de meest langste series die er is
er ooit bestaat in de geschiedenis in de, van Pencasilat, van street fighting, van mijn pukulan. Ik ben, ja, ik wil geen grootspraak, maar ik ben de enige nu die zoveel series maakt over Pencasilat en mijn pukulan of andere dingen. Bekijk mijn verhalen in YouTube. Lees mijn artikelen in Facebook en in Instagram. Volg mij, dames en heren, jongens en meisjes. Want de kern van mijn verhaal, de kern van mijn programma is één. Het is heel belangrijk. Ik wil voor onze toekomstige Indische generaties, de vierde, vijfde, zesde Indo-generaties, waar ook ter wereld, dit programma schenken aan hun, zodat ze, wanneer ik er niet meer ben, zodat ze kunnen zien wat er allemaal afspeelt in de laatste 50, 60 jaar hier in Nederland of in Europa. En dit is een bijzondere taak voor mij. Om zoveel mogelijk series, zoveel mogelijk te vertellen over onze grootste culturele erfgoed van de wereld, Nusantara, Indonesië, om onze gezamenlijke budaya, cultuur te promoten. Kijk, als ik het niet doe, dan doet de ander niet. Zo, u moet ook motiveren, uw leerlingen, uw familieleden, uw vrienden, om onze gezamenlijke cultuur uit Indonesië te promoten. En vertelt altijd de waarheid, dames en heren. Vertelt geen fantasie, flauwkul, zoals ik ooit had gekregen 40, 50 jaar geleden. Allemaal fantasieverhaal waaruit blijkt wanneer je gaat traceren onderzoeken dat het flauwkul is. Maar vertel het harde feiten, het waarheid. Zoals ik u vertel, hoe ik ben vroeger, vaak op straat gevochten. Met de ME'ers in Overweg in 1972. Ja, zo. Dat is een echte Street Fighter life. Blijf volgen. Ik ben Ronnie Lerk. Ik ben een lid van zowel de IPSI, Ikatan Beksi Seluruh Indonesia, als tevens van de FPSTI. In mijn andere aflevering zal ik hierover ook meer gaan vertellen. Over zowel de IPSI, Ikatan Beksi Seluruh Indonesia, als tevens over de FPSTI. Assalamualaikum.